Hoe groot is die klap van die hele late 1-2? Ja, dat is heel zuur. Dat verandert de hele uitgangspositie. En had je er eigenlijk in die eerste helft nog het idee dat je deze wedstrijd zou gaan verliezen? Ik heb in heel de wedstrijd niet het idee gehad dat we zouden gaan verliezen. Dus ja, nee, eigenlijk niet. Maar die eerste helft, dat zag je natuurlijk ook gebeuren, dat een aantal spelers boven zichzelf uit leken te zijn, dat het heel goed stond. Het zag er allemaal heel erg goed uit. Ja, ik vond eigenlijk heel de wedstrijd dat het er goed uitzag. Maar dat we met twee momenten eigenlijk geslacht worden. Eén ongelukkige goal met die hoge bal. Ja, weet je, dat is gewoon heel ongelukkig. En een discutabele penalty vind ik dat we daardoor eigenlijk verliezen. Ja, en net wat je zegt, het verandert je hele uitgangspositie. Wat betekent dit allemaal voor het aankomende dinsdag? Ja, niks. We gaan daar gewoon voetballen. 90 minuten voetballen. En we gaan er alles aan doen om dat nog om te draaien. Als wij een goal maken, ja, dan kan er nog van alles gebeuren. Ja, dat is nu wel. Nu moet je er ineens twee maken. Terwijl bij 1-1 was een gelijkspel met 2-2 nog goed geweest. Of een 0-1 zege ook. Ja, absoluut. Eens. Maar goed, ik ben ervan overtuigd dat wij ook daar twee keer kunnen scoren. Dat is dan gewoon het vertrouwen dat je ook mede hebt door die wedstrijd tegen Os en deze wedstrijd, afgezien van het resultaat? Ja, absoluut. Laatste wedstrijd, dan denk ik dat het verdedigend goed staat. Dat we onze goaltjes maken. En ja, dat we eigenlijk nog wel meer goals moeten maken. Maar goed, het vertrouwen is er nog steeds.